De overheid is druk bezig de achterstanden met betrekking tot het toewijzen van grondbeschikkingen in te lopen. Vooral de behoeftigen in de samenleving mogen rekenen op de hulp van minister Diana Pocky van Grond- en Bosbeheer. De bewindsvrouw heeft op maandag 1 februari enkele beschikkingen uitgereikt aan een tweetal vrouwen dat jarenlang onder moeilijke omstandigheden heeft geleefd. U krijgt hiervan de volgende reportage. Het is namelijk zo dat vanaf mijn aantreden word ik geconfronteerd met mensen die jaren wachten op hun rechtszekerheid, op hun beschikkingen. En zo worden van alle hoeken, krijg ik dan een beschikkingen, berichten via appberichten van burgers die heel lang wachten op hun beschikkingen. Ik heb vrijdag die beschikkingen getekend, maar het was al laat. Ik heb de mensen gebeld, want ik vind het bijzonder. Ook als vrouw, die bij mijn vorige functie heb ik altijd aan de bel getrokken van de grote achterstanden van de overheid, van grondbeschikkingen. En zo zijn we bezig om de achterstanden in te lopen. Het is nog niet wat het wezen moet, maar ik heb echt extra aandacht. Mijn prioriteiten gaat meer naar woningzoekenden, mensen die in nood zijn en natuurlijk de ondernemers. Je weet, een grond is een natuurlijke hulpbron die een behoorlijke bijdrage levert aan de sociaal economische ontwikkeling van de samenleving. En het is voor mij een genoegen, een goed gevoel om dan zo strakjes de beschikkingen uit te reiken aan deze behoeftige vrouwen in de samenleving. Op zijn Surinaam zouden we zeggen van het is echt lange bere om dat proces, dus dat grond, een uitgifteproces is echt een lange bere proces. We zijn bezig met om richtlijnen vast te stellen en we hebben al een concept richtlijnen gronduitgifte proces en die heb ik opgestuurd naar deskundigen om ernaar te kijken. Maar heel kort, mensen denken van gewoon het is een druk op de knop, dan heb ik mijn beschikkingen. Nee, we zitten met heel wat problemen binnen het proces. Stukken zijn door de jaren heen zoek geraakt. Ik kreeg foto's van mensen, van hun aanvraagbewijs die je heel moeilijk kan lezen. En als het niet voorkomt in ons GRIS-systeem, dan moet je dossiers gaan opzoeken. Dat is echt een langaberig proces. En je bent ook afhankelijk van DC-adviezen. Het is aangegeven in het decreet gronduitgifte. Daar is het aangegeven dat je de adviezen van de DC's moet meenemen. Dat is ook een proces. Ondertussen hebben we dan lopende afspraken met de DC's. We hebben brieven gestuurd naar de DC's. We zijn soms afhankelijk van LVV-advies, adviezen van OW, openbare werken. Hebben we dan toen gevraagd van luister om die een oponthoud te voorkomen of het, om de weg een beetje in te korten. Wijs ons verantwoordelijke van het ministerie aan die een goede samenwerking zullen onderhouden met onze met grondinspectie of afdeling grondinspectie, waarbij als we bezig zijn met onderzoek van de grond, de status van die grond, dan zijn we ook tegelijkertijd bezig met de instantie, LVV bij deze, of OW of de DC's, de aangewezen personen, zodat we als wij klaar zijn met het vooronderzoek, dan hebben we gelijk onze DC-advies of LVV-advies. Dus we denken, we hebben enkele zaken meegenomen in die richtlijnen, zodat het duidelijk is van, als we een DC-advies hebben opgevraagd en we zitten 4 weken lang verder te wachten, betekent dat de DC geen bezwaren hebben, dan kunnen we verder gaan met het proces. Dus zo zijn we bezig met deskundigen. Landmeters hebben we gehoord. Komende week zullen we praten met de Vereniging van Landmeters om hun inzichten met ons te delen hoe we dan het grondaanvraagproces een beetje kunnen inkorten. Dus daar zijn we mee bezig. Maar waarom het zo lang duurt, we zitten te kampen met de dossiers, de stukken die we nergens meer kunnen vinden. Dat is echt ons groot probleem en we gaan eraan werken. We zijn bezig met het
digitalisering van het proces. En daarmee zijn we al ver op weg. En we denken dat we dan daarmee toch wel de burgers dan tegemoet zullen komen. We hebben een communicatieunit. Als, als burgers met problemen zitten, kunnen ze dan richting de communicatieunit om dan. En de communicatieunit zal op zijn beurt dan gaan kijken van waarmee zijn de burgers te kampen. Hoe kunnen we oplossing daaraan brengen. En niet zo dat de mensen aanvragen en nooit meer iets horen van het proces, van de status van hun aanvraag. Dus daarmee zijn we bezig en ik denk dat binnen de komende 6 maanden zullen we wel zeker eruit komen. Maar die grote achterstanden, daar gaan we aan werken. We gaan niet iedereen in 1 keer kunnen helpen, omdat het niet een druk op de knop is. We zijn afhankelijk van andere instanties om toch het besluit te nemen van AI. We zijn bereid om dit stuk uit te geven. En dat begint het bij een bereidsverklaring. Daarna volgt die toewijzingsbeschikking. En zo dadelijk zullen we dan 2 Surinaamse burgers blij maken met hun toewijzingsbeschikking. Ja. Gaat die digitalisering prioriteit zijn? Zullen we dat aanvragen ook heel makkelijk kunnen? Het is prioriteit. Het is al op de agenda. Het is al goedgekeurd bij de raad. Dus de regering heeft dan middelen. Okay, van de brigadier, mijn stem van niet in de editing. Misschien kunt u zeggen digitaliseren is. Ja, digitaliseren is prioriteit. Het is al onder de aandacht gebracht van de Raad van Ministers. We hebben middelen beschikbaar gesteld om dan te starten met het proces. Dus het geniet. Het is een van de topprioriteiten binnen ons beleid. Oké, nog een laatste vraag, minister. We horen altijd dat afdeling rond inspectie onderbemand is. Is dat werkelijk zo en zorgen dat voor een stremming in het keten? We hebben in planning een on-the-job training voor de grondinspecteurs. Er zijn wel landelijk 18 inspecteurs totaal. Maar ervaren inspecteurs, daar is er een schaarste in. En we gaan de nieuwe grondinspecteurs dan on-the-job trainen. En we hebben afgesproken dat ze dan om de ene weekend worden ze dan door de ervaren grondinspecteurs getraind. Er is wel een tekort, ja, aan ervaren grondinspecteurs.